Eerst daar het nieuws over het toeslagenschandaal. Ja, er eerst chaos en cynisme rondom de hersteloperatie van het toeslagenschandaal. Bij de overheidscommissie, die onderzoekt of slachtoffers van het toeslagenschandaal compensatie kunnen krijgen, zou het een complete puinhoop zijn. En als het zo doorgaat, dan duurt het 135 jaar. Voordat alle ouders hun geld hebben. Dat blijkt uit een vertrouwelijk onderzoeksrapport van het adviesbureau Berenschot dat Follow the Money heeft opgevraagd. En bij ons is eh, Erik Smit in de studio, medeoprichter en journalist ook bij Follow the Money. Schreef ook het artikel. Goedemiddag, Erik. Goedemiddag. Dit gaat over uh, de overheidsorganisatie CWS. Wat gaat daar nou mis? ja de, de, de commissie werkelijke schade uh, nou ja kijk ik ben zelf ondernemer en als je dit rapport leest uh, en dat heb ik ik heb het gistermiddag in, in handen gekregen en uh, nou je moet je zeggen ik viel echt bijna uit mijn stoel van verbazing uh, aan een schakeling van ja mismanagement uh, uh, chaos organisatorische blunders die er begaan worden het is een, het is echt Onvoorstelbaar wat je daarin aantreft. En jij schrijft ook: het is eigenlijk alsof ze een soort van start-up hebben opgezet om al die ouders te moeten helpen. Nou ja, dat is uh, wat er in het rapport staat. Hè. Dus uh, dat heb ik niet zelf bedacht. Want mm -hmm. ik heb veel, gewoon, letterlijk gewoon heel veel geciteerd, wat daarin mm -hmm. staat. En uh, daar hoef je eigenlijk niet zoveel bij te, bij te bedenken om daar een spannend van verhaal van te maken. Want het is, het is te, te bizar voor woorden eigenlijk wat erin staat. Berenschot is een gerenommeerd bureau, mm -hmm. hè, wat dat onderzoek heeft gedaan. De opdracht. Van de nieuwe voorzitter destijds, Jan van den Bos. Die kwam in oktober 2023. kwam die als nieuwe voorzitter naar de commissie Werkelijke Schade toe. En uh, om daar ja, orde op zaken te stellen, ook met een nieuwe directeur. En uh, nou, we hebben gedacht na een paar maanden: laat ik hier maar eens even een goed bureau naar binnen sturen. om eens even een analyse te maken. en ook gewoon een plan te maken van hoe dit beter kan. En dat uh, doen vaak abtenaren. En in dit geval kwam dat rapport helemaal in mijn handen. Terwijl het in april van dit jaar. Al gereed ja. was. En, daar en is wat een... staat daar dan in? Heel sumier is dat uh, met de Kamer gedeeld. Er zijn een paar liniaatjes over. En dat is dan ja, ja, wat vaker met dat soort rapporten gebeurt. Dan, uh, dan zie je natuurlijk niet wat er nou echt in staat. En al het gif en de ellende die, die blijft natuurlijk voor de Kamer, maar ook voor de uh, mensen als wij uh, ja, verscholen. En nou, het, uh, het, het fijne is dat ik mijn hand erop heb kunnen leggen. En wat erin staat is nou ja, eigenlijk een, een grote rotte bende, zou je kunnen zeggen. Als je kijkt puur organisatorisch, uh, al heb je een hele totaal nuchtere Onafhankelijke blik. En je kijkt puur als iemand die geïnteresseerd is in hoe je een organisatie rijden en mm -hmm. uh, zeilende houdt, dan, dan val je al van je stoel af. Maar als je met de wetenschap, uh, 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 als je die hebt uh, waar dit eigenlijk om gaat, ja, om wie het over, gaat ook, en om, om welke mensen ja. dit gaat. En als je snapt waarom dit zo'n belangrijk project is en hoe dit dan in de soep draait, dat is. Echt, uh, maar Erik, maar, laten we het iets concreter maken. Dat heeft vooral met twee dingen te maken. Hè? Je hebt eerst screeners die, die naar, naar de dossiers moeten kijken. En dan heb je ook nog juristen die ernaar moeten kijken. En da tussen die twee gaat het compleet mis. Nou ja, onder andere. Dat zijn even dingen die je daarin uh, aantreft. Dat, uh, dat, 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 dat deze mensen die een belangrijke functie hebben in dat, uh, zeg maar, de, in dat hele proces. Hè, dat begint eerst met mensen zeg maar, waarmee je een gesprek hebt. Überhaupt, hè? Dat zijn de, de ouders die, uh, die een aanvraag doen. Uh, die, die schade hebben geleden. Nou, enzovoort. Die komen daarbij. Bij, die, bij, de, bij CWS terecht afgekort en uh, die komen eerst met een gesprek met, met een persoon en dat gesprek en, aan de hand van ook van het dossier dat komt dan bijvoorbeeld bij een screener terecht nou die gaat daar een analyse van maken die, die maakt een rapport weer klaar en dat legt hij weer door schuift hij weer door naar de jurist dat uh, noemen je ze de secretaris daar ja. nou die, die die twee groepen die, die, die communiceren helemaal niet met elkaar uh, sterker nog die, die secretaris die vinden eigenlijk dat werk van die screeners eigenlijk rotzooi is uh, uh, eigenlijk ben de definitie leggen ze nou. dat werk zo'n beetje al naast dus de die de beginnen weer opnieuw. Weer, die beginnen weer opnieuw uh, en, In intussen moet wordt moeten de maanden gewacht Is er geen communicatie vanuit het UHT, dat is de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen? Dat die dat zit werken, er ook nog eens boven. Ja, ja. die is nou ja, naast zou je ook ja. kunnen zeggen, uh, he, maar ook boven natuurlijk. Uh, uh, he, de, daar werken duizenden mensen om die dossiers over die me, of al deze slachtoffers uh, ja, Gedupeerden, zou je beter kunnen zeggen uh, te verzamelen. Uh, nou, en en daar heb je da, 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 dat, is natuurlijk afhankelijk uh, van van, van die toevoer, nou dat stormschort schort er ook aan. Dus het is, als je, als je dat proces bekijkt, is één grote puinhoop. Maar wat het van. ergste is, ja? is, is het binnen die organisatie dat cynisme wat er is. Dus er is een, enorm, een hele juridische kijk op zaken, die heel erg gericht is eigenlijk op ja, het, 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 het juridiseren ja. van ieder dossier. Waarbij, zo blijkt uit dit rapport, het wantrouwen. Wederom de bovengrond. Richting de ouders weer. Wederom richting de ouders. Maar en daar was toch afscheid van genomen van dat wantrouwen. En er was toch ook gezegd: ja, we moeten ruimhartiger zijn. Ja. Tot een bepaald ja. Uh, ja. schadebedrag hoeven we niet alle bonnetjes en alle chronologie nou, te, te controleren. Het interessante van dit rapport is dat je die. Opvatting heel duidelijk ziet van bovenaf. Eh, is de. Eh, ik. Ik. ik, ga even, ik dat dit natuurlijk ook. Eh, dat dit het nieuwe management is. Ja. Eh, en, en dat die zegt. Nou, we gaan echt hiermee aan het werk. Dat moeten ze ook van de Kamer natuurlijk. Het is. Eh, jongens, we moeten hier gaan. We gaan hier echt ruimhartig mee om. Enzovoort. Dit is het probleem. Mm -hmm. Dat blijkt uit die enquêtecommissies. Die. Eh, we we, we mm -hmm. hebben daar de nodige rapporten over gezien. Het zijn verschrikkelijke verhalen die daar eh, naar boven komen. Eh, dat wordt daar ook in opgemerkt. Dus we moeten hiermee aan de, aan de gang, weet je? Dus je hebt het operationele gedeelte. We moeten gewoon een, een hogere omzet halen, maar we moeten echt zorgen dat dit probleem voor die ouders opgelost wordt. En wat zie je dan gebeuren? Dat cynisme toch nog toeslaat. En eigenlijk precies hetzelfde wat deze ja, dit schandaal heeft veroorzaakt. Ja. En uiteindelijk en dat is binnen zo'n organisatie, je begrijpt, ja. je, je kunt er eigenlijk met je hoofd niet bij. Nee. En uiteindelijk worden er dus maar vijf zaken per week. Behandeld. Wil je hier meer over weten? Lees dan ook zeker het uitgebreide stuk op Follow the Money. Dankjewel, Erik Smit, medeoprichter en -journalist van Follow the Money.